vrienden van Yves TV. Haha, vandaag dag 1 van het nieuwe jaar. 1 januari 2019. Hoho, wat een feestje hebben we gehad, hè, gisteren. Niet normaal, het is keileuk hier in Las Vegas. In ieder geval wil ik iedereen een fantastisch, gelukkig nieuwjaar wensen. Een jaar vol goede gezondheid, enorm veel liefde en enorm veel plezier. Dat zijn de drie belangrijkste dingen. Als die al in orde zijn, dan komt de rest vanzelf. En natuurlijk ook veel YouTube-plezier met Yves TV. Alvast bedankt voor het kijken. En hopelijk gaan jullie dat komende jaar ook doen. Het is een nieuw jaar met een nieuwe banner, een nieuwe intro en een nieuwe camera. Twee nieuwe camera's trouwens. Wel, het is niet eens een zware evolutie. Je weet, de meeste opnames voor de vlog gebeuren vanaf nu met de DJI Osmo Pocket. Nu, ik word niet betaald om dat te zeggen. Ik word niet gesponsord, ik heb hem niet gekregen, we hebben hem zelf aangeschaft. Maar ik heb dus zoiets van, dat is wel een keigrave camera. Ga dan op de link beneden. En dan kan je hem direct bestellen via mijn link op Coolblue. Ja, dan kan je de camera direct bestellen. Wij gaan ontbijten nu op de 1e januari. En waar kunnen we dat beter doen dan in de Peppermill? De plannen voor het ontbijt zijn ook weer al iets veranderd. We gaan niet naar de Peppermill, we gaan naar Mon Ami Gabi in de Paris. Hier zitten we dan buiten, bij de Mon Ami Gabi, voor ons ontbijtje. Super warm. Nog nooit van mijn leven zo warm gezeten. Lekkere koffie, morgens. Dat is wel nodig. Want het is alsof we op de Noordpool aan het ontbijten zijn. Ondertussen zit ik onder een brander. Klein beetje beter, klein beetje beter. Mon Ami Gabi. En hierachter, dat is wel het voordeel als je dus hier zit, en vooral s'avonds, dat je dus kunt genieten van een fonteinshow van de Bellagio, terwijl je dus onteten bent. Dus dat is hier vlak achter, dat is een Bellagio erachter. Ja. Ze hebben net ons ontbijtje gebracht. Ik heb zalm met bagel genomen en de Clive heeft omelet genomen. De Manneke heeft een gevulde pannenkoek. Veronique heeft ook de bagel met zalm genomen. En Barbara heeft een croque monsieur met frieten genomen. Ja, als ontbijt kan dat wel tellen. Ik ga het even laten zien. We beginnen met dat van mij. Dit is dat van mij dus. Zalm, nice. Dat is dat van Barbara. Croque monsieur. Dat is de clip. Dat is een lap. En de merk. Goed. Very good. Smakelijk. Ons ontbijtje is op. We hebben nog een soort van dessertje genomen. En dat zijn wafeltjes, maar echt, dat zijn mini Brusselse wafeltjes met banaan en een sausje erop. Maar die zijn hier bij de Mon Ami Gabi. Echt zo goed, hè? Dat wilde niet weten. We gaan dus laten zien. De slagroom, er is nog slagroom bij. Kijk, slagroom. Ja. We hebben ontbeten en wat gaan we doen, Barbara? Vertel eens, wat gaan we doen? Bingo? Nee! Een nieuwe dag, een nieuw begin in Las Vegas. Jawel, Las Vegas. Daar zijn we nog. Alleen, ben mijn bril kwijt. Ik ben mijn bril kwijt. Waar ben ik ermee gebleven? Met de bril. Waar ben ik ermee gebleven? Geen flauw idee. Thank you.
zijn in Red Rock Canyon, een van de natuurparken in de buurt van Las Vegas. Dit is het natuurpark dat het dichtste tegen Vegas ligt. 20 minuutjes rijden vanaf de strip. Normaal gezien is het $15 inkom dat je moet betalen. Maar het is de grote shutdown in de US. Staatsbedrijven van openbare bedrijven en nationale parken en staatsparken vallen daar ook onder. Met als gevolg dat wij hier gratis binnen mogen. En dat is dus ook de reden waarom het dus, zo druk is hier. Dus we kunnen hier zoveel ronddraaien en binnen en buiten draaien als we willen. Om 4:30 gaat een boel toe. Zo, dat was Red Rock Canyon. We zijn nu even terug in het hotel. En zo dadelijk gaan we naar de outlet waar we er straks de dames hebben afgezet. En dan gaan we er met z'n allen nog een beetje verder winkelen. Een hapje eten. En dan zou het wel eens kunnen dat we misschien, want dat zou waarschijnlijk open zijn, dat hebben we nog niet gedaan, naar de Las Vegas Motor Speedway rijden. Dat is waar de NASCAR doorgaat. Maar die wordt met de kerst altijd omgetoverd tot een grote lichtshow waar je met een auto kunt doorrijden. Ja, die zijn voor een goed doel. Dus dat kunnen we misschien niet eens doen, omdat we er dan toch heel dicht bij zitten natuurlijk. We zijn in een outlet, een van de vele outlets hier in Vegas. En daar hebben we afgesproken met Veronique en Barbara om nog een stukje te gaan shoppen en dan daarna een hapje te gaan eten. Het is hier trouwens pokkendruk, niet normaal. Of dat het hier daadwerkelijk zo donker is binnen. Ja, het is daadwerkelijk zo donker binnen in een Cheesecake Factory. Elke Cheesecake Factory. Niet alleen in deze. Dat is blijkbaar iets bij Cheesecake om niet te veel licht te creëren voor de mensen. Er is zo één plekje zo daar. Mogen zien me wel een beetje. Ik heb
deze keer geen voorgerecht besteld bij de Cheesecake Factory, maar wel het hoofdgerecht, namelijk de chicken teriyaki, kip teriyaki, met witte rijst en groentjes erbij. Dus hebben we het net gebracht. Ja, lekker man, echt waar. Ik zou het graag laten zien, maar het is hier zo pikken donker dat het gewoon onzienbaar is. Echt kei grappig. Het ziet er goed uit, maar ik kan er wel een lamp op schijnen, maar dan krijg je het een andere kleur. Dan zie je het er misschien totaal mismakelijk uit. Dus vertrouw mij er gewoon op. Het is voilà, Cheesecake Factory. Vinden ook op een aantal plekken, waaronder ook in de Caesars Palace Forum Shops. Er gaan we van de week nog eens naartoe, naar die Forum Shops. Heel spectaculair trouwens, heel spectaculair shoppingcenter in de Caesars Palace. Maar daar is dus ook een Cheesecake Factory. We kunnen enorm lekker eten, maar denk eraan, de porties zijn ook gigantisch groot. Ook zo'n plek waar ik enorm graag kom. Ginderachter ligt de Hoverdam, achter de berg. En je ziet ook dat water heeft vroeger veel hoger gestaan. Ik heb dat al dikwijls gezegd in mijn vorige vlog. Maar ik weet niet of je het kunt zien, ginderachter die witte lijnen, of misschien meer naar daar. De witte lijnen die je er ziet, zo hoog heeft het water ooit gestaan. Maar bijvoorbeeld de stad Colorado, Californië, die pak je een tikkeltje te veel water uit deze meer. Want ze beschuldigen aan Las Vegas, ja, die gebruiken er ook van natuurlijk. Maar daar is de consumptie nog niet zo hoog als in de Yander-staten. En eigenlijk zou het misschien kwaad kunnen dat ze er eens een stop op zetten. En het een tijdje laten doen, dan zou het normaal gezien terug naar boven moeten gaan. Wordt gevoed trouwens door de Colorado River, dit gedeelte. Het is heel rustig en ik ga mijn drone eens oplaten.
dat is een verlaten motel, dat je er net zag. En op dat terrein mocht je niet komen. Maar ja, een drone, die kan er wel komen natuurlijk. Hè. Maar gewoon lekker creepy. En dat trekt mij altijd wel een beetje aan, zo van die verlaten gebouwen. Dus we hebben een drone er even op afgestuurd. En met dat als resultaat komt precies recht uit een horrorfilm. Maar je vindt het dus hier aan Lake Mead. Je hebt ook zo een verlaten jachthaven en zo. Allemaal door dat water dat enorm gezakt is. In de loop der jaren. En dat dat niet meer zo populair was en zo. Dus ja, dat gebeurt niet helemaal. We rijden nu terug naar Vegas, naar de Fashion Show Mall. Daar gaan we Veronique en Barbara ophalen. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we naar de Las Vegas Motor Speedway. Want daar is er nog tot en met de 6e januari kerstlichtjes show. Maar dat is de enigste waar je met je auto door kunt rijden, geloof ik. We zijn op de Motor Speedway van Las Vegas. Dat is waar normaal gezien de NASCAR doorgaat en ook EDC. Dat je in de vorige vakantievideo's wel eens hebt gezien. Maar met kerstmis en tot en met de 6 januari is er ook een gigantisch grote lichtshow waar je met je auto door moet. Zelfs een speciale radiozender voor voorzien, 105,5 Christmas Radio. $20 voor een auto. En dan gaan we zo dadelijk de prachtige lichtjes zien.